Goedemorgen! Welkom op ons YouTube-kanaal! Ik ben Jolien, dit is welkom. Jenno. Haren zijn nog niet gedaan. En je haren zijn nog niet gedaan. En heeft nu echt iedereen gezien omdat je dat hebt gezegd. Als je dat niet had gezegd, had niemand dat had gezien. Kijk eens naar de camera. Je ziet dat bijna niet hoor, als je haren kort zijn. Of het nu wel of niet gedaan is. We zijn nu opnieuw bij Geelty, ons koffie in ons theehuisje. En het is nog heel erg vroeg. We gaan dadelijk open gaan. Jenno is nog dadelijk even onze krant aan het lezen, maar er is een foutje gebeurd, hè? Ja, normaal gezien hebben we het laatste nieuws. Alleen, ze hebben ons... Een andere krant bezorgd. Ja. Dus dat gebeurt normaal gezien nooit. Normaal gezien krijgen we altijd wel de juiste krant toe. Maar vandaag hebben we plotseling een andere krant. Dat is een keer even afwisseling, hè? Toch? Ja, normaal gesproken ik dat uit van Antwerpen staan vandaag. Vandaag of volgende week, dacht ik, hè? Oh ja. Er zit geen boekje bij. Als het gewoon een extra bijlagenboekje bent. Misschien heeft eigenlijk iemand anders ons bijlagenboekje er al uitgehaald. Zodat ze onze super toffe artikel erin konden lezen of zo. Ik ben dus echt kei teleurgesteld. Dat is echt niet normaal. Ik heb dus met zo'n Mickey Mouse toasty machine, croque monsieur machine aangekocht. Die ziet er zo uit. En eigenlijk zouden. Zouden ze croque monsieur of de toasties, het hangt maar af hoe je het noemt, of sandwiches, er zo moeten uitzien. Kijk hoe mooi, hoe schattig, hoe lief. Kijk, dit is de toastmachine. Zo ziet hij er ook uit, een beetje. Hij lijkt erop, hij heeft Mickey Mouse's in het dingetje. Dit is aan de bovenkant, heel mooi. Maar, kijk dit is. Dit is het resultaat van mijn Mickey Mouse toastjes. Het trekt echt op niets. Het lijkt zelfs bijna niet op Mickey Mouse. Ik ben echt teleurgesteld. Echt waar. Zielig. Heel zonde eigenlijk. Het is vooral jammer, want ik heb er echt heel erg lang achter moeten zoeken. Ja, voor je wilde deze... het eigenlijk aan een klant geven. Hè? Dat moet je vertellen. Dat is een top verhaal. Dus eigenlijk dacht ik... Ja, maar ik was het eerst heel erg lang aan het zoeken. Want ik heb dus ook al zo een tijdje geleden zoiets van iemand aangekocht. Dezelfde doos. Dan dacht je, oh, er zit een toaster in. Maar dan bleek toen dat er toen een wafelijzer in zat. Wafel. En dat vond ik echt heel erg jammer. Zoiets van, oh, ik wou echt graag een toastmachine. Gewoon omdat je dat zelf ook gewoon tof vindt. En nu dacht ik van ja, er was vandaag een kindje en die vroeg een croque monsieur. Ik dacht ik ga het kindje mooie Mickey Mouse croque monsieurtjes geven. Ja, niet dus. Trekt echt op niets. Dus heb ik maar opnieuw moeten beginnen voor het kind mooiere croque monsieurtjes te geven. Echt jammer dat ik er zo lang heb achter gezocht en nu het gewoon niet werkt. En onze maagjes die knorren weer, dus ik ben hier nu bezig. Om een, ja, wat is het eigenlijk? Het is eigenlijk een mengeling, een brei eigenlijk van een butternutpompoen. Er zit ook nog mozzarella onder, ei, knoflook. Het is ook nog tomatensaus, dus het ziet er echt eigenlijk een beetje vies uit, vind ik zelf. Maar het ruikt wel heerlijk. Dus deze dingetjes ga ik dus straks in de oven plaatsen. Dan moet die eventjes ook nog in de oven, dat die lekker goudbruin gebakken is en met een heerlijke ovenschotel. Hoop ik toch. En nu is hij klaar om in de oven te gaan. Zet onze oven. Job, kan zo. Bots nu echt tegen de oven. Dat is echt al heel erg krap hoor. Ik kan niet recht zitten. Oei. Nu botst de ovenschotel weer tegen het raam. Zo, dat gaat beter gaan. En nu maar wachten, hem aanzetten en wachten. Zo. Wow, dat ziet er lekker uit. Het is klaar. Mooi resultaat. Dankjewel. Het echt heel erg goed. Ik ben ook benieuwd hoe het proeft. Het ruikt heerlijk, hè? Maar nu ga ik eerst nog een Instagram-foto maken. Dus ja, het kan wel even duren voordat we gaan eten. Ja, waar kan je die vinden, die foto? Op Jolien_Jenno op Instagram. Kijk, zo gaat het eruit zien. Hoppa.
klaar. Klik en klaar. Zeg, smakelijk, hè? Smakelijk, lieve schat. En hoe ga je eten zonder borden? Oh, ben ik vergeten. Kieken. Beetje wijn. Bloep. Voor ons is dit nu... Nee, de voorlaatste dag in het oude jaar. Ja, het is bijna nieuwjaar. Voor ons. Ja, morgenavond is het knallen en feesten en vuurwerken. Ja goed, wij doen het niet zo wild, hè. Weet ik nog niet wat we allemaal gaan doen, zullen we wel zien. Ha. Heb je vuurwerk gekocht? Misschien wel. Zie je morgen. Kijk, dat is trouwens ook Jolien, hè. Zie je dat? Dit is haar glas, dit is mijn glas. Ik heb er nog niet van gedronken, voor alle duidelijkheid. Wel, kijk, dan krijgt ze gewoon dit. Zo. Hey, heb je gewisseld? Er is niks gebeurd. Natuurlijk heb ik gewisseld. Maar ik heb wel extra veel wijn aan mijzelf gegeven, omdat jij mijn lapje ondersteboven hebt gelegd. Kijk maar wat je hebt gedaan. En dan? Voor jou is het nu wel recht, ja. Je moet nu niet lezen, je moet eten. Ja, chance dat ik dat weet dat er eigenlijk op staat. Trouwens, ik ga jou nog een huiswerkje geven. Een huiswerkje? Een huiswerkje. Waarom? Wat? We gaan morgen ons favoriete filmpje of ons favoriete moment die we in de vlog hebben gebracht van 2017 aan de kijker vertellen. Oké, oei. Dus jij een fragment en ik een fragment. En dan zorg ik dat dat in de montage goed komt. Dus je mag hier vanaf nu tot en met morgen over nadenken. Oei. Ja, ik ook, hè. Ja, het wordt nog lastig, denk ik. Smakelijk. Smakelijk. En nu lig ik hier alweer bij mijn bedje. Het zal bijna de laatste keer zijn dit jaar voor ons dat ik in ons bedje neerlig. Omdat het bijna nieuwjaar is. Bijna oudjaar, nieuwjaar. Die dingetjes hebben vandaag ook heel erg veel nieuwjaarszangertjes hier bij ons aan de deur. Ja, dat is echt super schattig eigenlijk. Maar echt wel heel veel. Echt, denk ik, 150-tal of 125-tal. 125-tal, 150-tal ongeveer, zoiets. Hier aan de deur gaat. Die hebben al zo nieuwjaarke zoete kwamen zingen. Ik weet ook niet of jullie dat kennen. Ik weet niet wat het overal in België is, ook in Nederland. Dus post even hieronder. Als ze bij jullie ook nieuwjaarke zoete gaan zingen. Zo het liedje van nieuwjaarke zoete. Het varken heeft vier voeten en... Ik weet het niet. Is dat dan geen centje waard? Zo eindigt het, dat weet ik wel. Maar ik weet dus eigenlijk niet zo goed hoe dat liedje gaat. Dus moet ik nog... Het is al heel erg lang niet dat ik dat eigenlijk ben gaan zingen als kind. En als ik dat dan mocht gaan zingen, was ik altijd heel erg benieuwd hoeveel centjes ik zou ophalen. En meestal deed ik daar dan iets nuttigs mee. Ik heb ooit als kind mijn nieuwjaarke zoet en mijn drie koningen zinggeld... Ik ooit heel erg veel cadeautjes mee gaan aankopen voor een weeshuis, om aan een weeshuis cadeau te gaan geven. Of ook nog een jaar daarna, denk ik, heb ik ook al mijn nieuwjaarszoete geld en mijn drie koningen geld dat ik was gaan halen, was gaan zingen. Dat heb ik dan eigenlijk gespendeerd om eten te gaan brengen naar een dierenasiel. Dat vond ik ook trouwens heel erg pakkend, dat was echt zielig, zo al die diertjes daar zo zien. In ieder geval, ik heb er eigenlijk bijna altijd als kind iets nuttigs mee gedaan. Nooit dat ik zoiets zeg van nu ga ik daar zoiets stom mee kopen of een pop of zo. Dat heb ik eigenlijk nooit niet gedaan. Altijd iets nuttigs mee gedaan. Maar dat ook wel, ja, als kind had ik daar heel belangrijk vond eigenlijk. Maar ik lig nu in bedje, dus bijna 12 uur. En Jan en ik hebben net ook nog even samen gezellig ook nog een badje gezeten. Hebben heel erg van genoten. Even ontspannen met zijn tweetjes. En nu is hij nog even bezig om nog een paar filmpjes ook nog af te monteren. Want hij wil eigenlijk graag zoveel mogelijk filmpjes nog afmonteren in het oude jaar. Dus die blijft nu nog even verder monteren en doen. En sleutelen aan filmpjes voor jullie. Zodat alles eigenlijk met eigenlijk een schone lijk kan beginnen in 2018. Voor jullie is 2018 al bezig. Ik hoop dat jullie een heel erg leuke jaarwisseling hebben gehad. Ja, ik denk dat... Vandaag... Het is eigenlijk een beetje jammer. Vandaag heb ik echt een teleurstelling gehad. Ik keek er echt zo hard naar uit om die Mickey Mouse, croque-monsieur-machine of toasty-machine, of hoe noemt dat ding ook, uit te testen. En dan was het wel een beetje een tegenvaller dat het dus niet werkte. Daar ben ik wel een beetje verdrietig om. Dat is wel echt, denk ik, wel mijn misaankoop van 2017. Toch wel. Jammer eigenlijk, want... Het zou anders heel erg tof hebben geweest. Of heel erg mooi hebben geweest.
Het wordt nu tijd om te gaan slapen. Of nog een beetje televisie te kijken en daarna te gaan slapen. Als je het leuk vindt, dan doe zeker aan de duimpjes omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En heel graag tot morgen. Dan gaan wij oudjaar opnieuw jaar vieren. Tot morgen! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.